Hey, Rietje vriendjes, hoe is het daar? Hier gaat het lekker, maar dan gaat het eigenlijk altijd. En als het niet lekker gaat, zeg ik ook dat het lekker gaat. Dus eigenlijk slaat het helemaal nergens op. Maar we moeten toch een beetje een leuke sociale interactie hebben. Aangezien we elkaar niet zo heel veel zien, omdat alles dicht is. Nee. Wat zit er onder het doosje? Een doosje. Wat heeft Ahmed opgestuurd? Opgestuurd. Dat was niet nodig. Ach, gadverdamme. Van die kant-en-klaar maaltijden. Nou, daar heb ik dus echt een hekel aan. Ik zou je vertellen, ik eet nooit kant-en-klaar maaltijden. Nooit. Ik eet altijd verse maaltijden. Want ja, Jan heeft misschien wel een beetje een dikke plofkop gekregen. Maar dat kwam niet door een gebrek aan kwaliteit. Maar meer aan een overvloed aan kwantiteit. Maar dit soort dingen eet ik dus niet. Altijd alles lekker vers. Niet uit een pakje. Niet uit een potje. En zeker niet uit de magnetron. Liever gezegd, ik heb niet eens een magnetron. Dus hoe ik deze bende kan warm maken, mag God even weten. Eens kijken wat we hier hebben. Spinazie, Gordon Bleu, aardappel en jus. Rode kool, haché, aardappel en jus. Ach jezus, het ligt hier aan een hemelsnaam in. Oh, peperroossaus, kipfilet. Nou, ik weet niet wat dit ooit is geweest, maar als dat ooit kip is geweest, dan heb ik medelijden met het beestje. Een dop, ertelen, wortelen en aardappelen. Wat een verschrikkelijke armoedig vreten zich. Hollandse maaltijden van Albert Heijn, zo heten ze. Nou, hartstikke leuk. En dan moeten ze 6 minuten op 700 watt in een magnetron. Maar die heb ik niet. Oh, ze kunnen ook... Oh, bain-marie. Dus even 25 minuten in een hete pan. Nou, dan doen we dat tot over 25 minuten. Met al deze dampende heerlijkheid. Nou, dan doen we dat tot over 25 minuten. Met al deze dampende heerlijkheid. Ik vraag me af of er iets lekker is als het 25 minuten lang in een pan kokend, nou bijna kokend water heeft gezeten. Die aardappelen, die zullen wel snot zijn. De groenten zullen ook wel helemaal snot zijn. En het vlees is überhaupt snot. Alhoewel, ik denk dat je met het kipfiletje een raam kan ingooien. Laten we afwachten. Zo, na 25 minuten, au bain-marie. Ja, is klaar. Alleen waar ik al licht droevige gevoelens had bij deze maaltijden, zijn die wel een beetje toegenomen, want het is een nog grotere enge puinhoop geworden dan dat het al was voordat ze het warme bad inging. Kijk, in dit soort maaltijden worden vaak door eenzame mensen gegeten. Bejaarden die geen zin meer hebben om te koken of iemand die alleen is en denkt, ja, ik moet toch wat in mijn bakken douwen. En als je dan s'avonds dit nog op je schootje krijgt, dan is de gang naar het touwtje aan het balkje erg dichtbij. Want godsamme kraken, wat een depressief voer zeg. Moet je even kijken. Nou, hier is dus de haché met rode kool overgesprongen naar de aardappelpuree. En de haché is wat waterig geworden. Ja, hier heb je dus de keihard geworden spinazie. Iets wat door moet gaan voor een cordon bleu. En dan de aardappelen. Hier heb je de aardappelen en een bonkje vlees in water, wat kipfilet is. En op een of andere manier zijn de worteltjes en de doppertjes een soort zwembad geworden. Ja, ik weet het niet hoor, maar ik word hier toch echt depressief van hoor. Godsamme kraken. Maar goed, het ziet er dus niet uit, maar het kan wel lekker zijn. Zo zijn er wel meer dingen die lelijk zijn, maar uiteindelijk heel lekker proeven. Nou, daar gaan we. De haché is volledig verwaterd. Ja, dit heeft eigenlijk gewoon niks meer met haché te maken. Waterig. Heel zoet. Het smaakt naar suiker. En het vlees, en dat is wel knap, is niet echt mals. Dus je hebt haché, wat al een keer warm is geworden en gemaakt. Dan hebben ze dat in dat pakketje gestopt. Heeft oom Jan nog even 25 minuten laten borrelen. En nog is dat vlees taai. Knap. Dit is het probleem van aanmaak aardappelpuree. Doordat het alleen maar uit zetmelen bestaat, wordt het lijm.
wangplaksel. De enige die het nog kan redden is de rode kool. Nou. De rode kool uit de rode kool, haché en aardappelpuree is smakelijk, want er zit nog een bite in. Het is niet helemaal aan gort gekookt, het is niet aan snot. Ja, het heeft natuurlijk het zoete van rode kool, maar je proeft echt wel rode kool. Ik proef ook appel. Ze hebben wel, om het leuk te maken, appel- en peerconcentraat erbij gemieterd. Vandaar dat het zo verschrikkelijk zoet is. Want dat zal wel overgesprongen zijn naar de haché. De volgende bakkalende heeft gekookte piepers. Zoals je hier ziet. Is een gekookte pieper. Ik zou er een beetje zout op doen om er nog iets van smaak uit te halen. Maar het is een gekookte pieper. De spinazie is aan snot gekookt. Dat zie ik nu al. Oh. De Gordon Bleu spinazie en aardappelen tot nu toe. Totaal aan gort gekookte spinazie. Als een soort smurrie. En aardappelen zonder zout. Smakeloos. Dus wat kan het nog redden? Het Gordon Bleutje. En gaat hij het redden? Nee. Want kijk eventjes hoe hij er op het plaatje uitziet. Ja. En kijk even hoe hij er bij mij bij ligt. Hè? Dat is een wereldje van verschil. Kan niet goed gaan. En dat is ook niet goed gegaan. Het ziet er bijzonder nat uit. En niet gebakken, zoals op het plaatje. Precies wat ik zei. Hier is hij krokant. En hier is hij snot. Kijk, je kan hem gewoon uit elkaar trekken. En wordt het dan lekker gemaakt door ham en kaas, zoals een drol? Nee. Ook niet. Het is een natte paneerlaag met onbestemde vulling. Smaak? Eigenlijk ook niet. Spinazie. Kapot gekookt. Zonder smaak. Gekookte aardappelen. Geen smaak. En heel vies nat Gordon Bleutje. Zonder smaak. Eindoordeel? Weinig smaak. We hebben nog één Hollandse Albert Heijn maaltijd die het zootje kan redden. En die gaat dit er niet redden. Want kijk hier, uit het water haal ik een wat ooit een kipfiletje is geweest. Dat kan natuurlijk nooit lekker zijn. Nou, dan hebben we hier weer gekookte aardappeltjes. Zonder smaak. Hier hebben we een badje met, daar zit een verrotte doppert op. Dat was lekker. Doppert is een worteltje, dat gaf ik vroeger aan mijn kinderen toen ze nog geen tanden hadden. Man, dit kan je zo naar binnen harken. En dan ga ik toch eventjes kijken hoe het met het kipfiletje zit. Want heel vreemd, het kipfiletje is opeens gaan zwemmen. Kijk, hier heb je dus een knisperig kipfiletje met een soort, wat is dat? Peperroomsaus. Waar de peperroomsaus is gebleven, dat mag Jezus weten. Wat overblijft is gewoon nat. En wat wel knap is. Is dat die kipfilet eigenlijk naar niks smaakt. Naar niks smaakt. Maar niet kreppelhard is geworden. Want ik had verwacht. Dat ondanks het vocht eromheen. Dat die van binnen was uitgedroogd. Maar dat is hij niet. Redt hij daarmee het gerecht? Nee, volkomen niet. Want het is nog steeds niet te bunkeren. Ik vind dat Albert Heijn, ondanks dat het nu in de bonus 3,50 per bakkie kost, zijn excuses moet aanbieden aan de vrijgezel en eenzaam Nederland. Dat ze die mensen met zulke depressief voeren opschepen, zeg. Gadverderrie. Het is echt niet te hakken, joh. Even de cijfertjes. De haché, rode kool en aardappelpuree. Nou, zoveel brokken zaten niet in de haché. Het was een beetje door elkaar heen gelopen. Taai, smakeloos. Aardappelpuree, smakeloos. Veel te zoete rode kool. Is een 4. Dan hebben we hier de gekookte piepertjes. Smakeloos. Een smakeloze kipfilet in het vocht. God mag weten waar daar de lol van is. En doodgekookte worteltjes met doperwten. Totaal helemaal niks. Ook een 4. En de vraag is dan natuurlijk, kan het slechter? Ja, dat lukt Albert Heijn Hollandse maaltijd. Want hier zijn dus de gekookte aardappels. Smakeloos. De spinazie is helemaal aan stront gekookt.
zonder smaak, maar ook met een hele vieze substantie. Zo echt behangplaksel met korrelige lintjes erin. Als klap op de vuurpijl een Gordon Bleu van totaal nat paneermeel en smakeloze vulling. Zelfs zo erg dat ik hem niet eens stiekem in mijn bakkers prop. Die krijgt van mij een 3. Aan deze kwaliteit moet echt wat gedaan worden. Dit is echt schandalig. Gadverdamme.